Hallo mensen van de Rise snel, ik ben Juri en vandaag kijken we weer naar de Free-to-Play Mage series. We gaan weer verder waar we vorige keer gebleven waren. Namelijk met twee wins op een rij in de 25e divisie. We gaan proberen. Mijn goedste Nederlands geleerd in de 3e klas. Aardig ver te komen in deze series. Je weet maar nooit. Misschien kom ik wel vrij ver, misschien niet. Het laatste is waarschijnlijker. En wederom komen we tegen de mage. Tot nu toe is het een keer warrior geweest. En dit is de tweede mage. Ik hou Rivercrook en Frostbolt voor early. In de game. Zo'n vrij sterk. En ja, ik heb dus weer een crash al redelijk vroeg. Deze keer. Wat? Patching files. Hij is aan het patchen. Ik ben aan het ik wil reconnecten. Kom maar op. Nou, gelukkig heb ik nog denk genoeg tijd. Waarom ging hij ineens patchen? Dat was apart. En dan gaan we maar reconnecten to the game. Kijken wat er gebeurt. Random patch moment en zo. Hello. I'm sorry. Ik excuseer me even vanwege het feit dat ik disconnecte. Lijkt best wel vervelend. Ik coin maar meteen Rivercrook om wat tempo te krijgen. Het is misschien niet de beste play ooit. En achteraf gezien blijkt dat ook. Oeh. Maar ik krijg topdeck een Ooze als follow-up. Dus dat is mooi meegenomen. Wat de Ooze dus eigenlijk doet is letterlijk hij vernietigt je tegenstanders wapen. Dat is zeg maar een goedkope versie van Harrison Jones. Hoort terwijl jullie die kennen. Hij pinkt hem wat betekent dus eigenlijk dat hij geen play heeft. Speel dus Razor Van Hunter. Attack dan de face met de Ooze. Pinkt weer de Ooze en speelt Mirror Image. Ha. Interessant. Dan speel ik denk de Silent Chunk Barret. Dan leer ik deze twee minions. Wow, lol. De mage ook daarna precies zat. Frostnova. Een kaart die ik meh vind. Op dit moment eigenlijk alleen in Freeze Mage een beetje oké en really? Wow. Nice. Het Hearthstone Client is in vorm vandaag. Hij crasht gewoon na. Just nog een keer. Het lijkt wel alsof dat voornamelijk gebeurt op als ik dit board krijg. Zeg maar die in het. Dit is annoying. Oh, fix this bullshit. En zo. Het is vervelend. Spel Gorbash, Berserk en Pass. Dit is een goede tegen de flames, anti-flamestrijk play. Water Elemental. Ik denk dat ik de Water Elemental Fireball. Dan ping ik mijn Gorbash Berserker.
attack ik de face voor 9 damage. Ja, de kratjes zijn weg, maar dit ding hangt wel weer goed. Typisch. Skillstrike is hier nog steeds niet erg goed. En de mage geeft het op. Dat was wel erg snel om op te geven. Ah, winstreak. Die victories Water Ellie ontlokt. En dat is mooi, want dat is een minion die ik wil gebruiken. En ook 100 gold voor een pack. Misschien is het dan ook eerst verstandig om een pack te openen. En een classic pack in dit geval, want dat is handiger. Let's see what we get. Een epic en een rare. Een Fury Harpy, Mirror Entity, Youthful Brewmaster, Beast Assassin en Frotting Berserker. Nou, die kaart. Bijna allemaal. Al die kaarten wil ik niet gebruiken. Maar. Kijk, een Mirror Entity is misschien wel leuk om te gebruiken. Beast Assassin, Disenchant, ik omdat ik die nu wil gebruiken. Frotting Berserker. Dat ga ik ook niet gebruiken, want ik speel alleen mage. Ik wil Brewmaster ook niet gebruiken. Ik ga de Angry Chickens niet disenchanten, omdat het dan dus extra dus zou zijn en dan zou ik cheaten. Fury Harp disenchant ik ook, want die ga ik ook niet gebruiken. Gaan we meteen eigenlijk maar checken wat we gaan maken. Nee, de Classic Set. Ik klikte de verkeerde. Ik denk dat het verstandig is om al een Azure Drake te craften. Een van de standaard kaarten die eigenlijk standaard redelijk goed is. En daarnaast nog. Kijk, oh. Een Mana Worm. Wat ga ik eruit swappen voor deze kaarten? Wolverider gaat uit voor meer Entity. En Arcane Missiles gaat uit voor Mana Worm. En. Kijken. Heel veel kaarten op 4 mana. Dus zit hem ook ineens. De Gnomish Inventor weg voor de Azure Drake. Oh, moet ik even een foto maken van een nieuwe natuurlijk. Aha, screenshot. Ik heb een full screen af, anders werkt het niet. Even de nieuwe foto toe. Zo. Nieuwe versie. Best wel nice. Nou, wat is er dus voor als je heel even niet hebt opgelet? Wat is er dus veranderd ten opzichte van eerst? Ik heb 1 Arcane Missiles eruit gehaald. En daarvoor heb ik in de plaats een Mana Worm neergezet. Ik heb de Wolfrider eruit gehaald. En daarvoor in de plaats van meer Entity neergezet. En ik heb een 1 Gnomish Inventor weggehaald. En een Azure Drake ervoor in de plaats gezet. Jaina, Anduin. En nou moeten we tegen een Priest. Ik weet niet of dat al een klas is die ik al unlocked had. Maar niks uit deze hand ga ik houden. River Croc is nuttig om te krijgen, man. Vrij oké. Okay. Hij swapt 3 kaarten. Hello. Priest dropt waarschijnlijk een Northshire Cleric op turn 1. Oh, niet? Oké. Okay. Ik drop natuurlijk weer wederom een River Croc op turn 2.
En als hij nu zo'n Northshire Cleric speelt alsnog, dan heb ik een makkelijke manier om te clearen. In ieder geval, als hij iets met 3 health speelt of hoger, never mind, dat is niet eens nodig. We alsnog de Sun Cleric, de Rivercrock, om een 3-4 te maken. Wat een mooie spot is voor de Rivercrock. Tegen priest wat minder fijn om je minions op wat lower health te hebben. Vanwege dingen zoals Holy Nova en Holy Smite. Hij speelt dus Earthring Farseer. Ik kill hem af met mijn Shattered Sun Cleric. En dan speel ik een Chillwind Jedi. Waarom is Chillwind Jedi goed tegen priest? Ook. Alles met 4 health is niet te raakbaar door Shadow Ward Pain of Shadow Ward Death. Dus dat is het voordeel ervan. Ik speel Azure Drake voor Cardwell. Kill dan zijn Iron for Grizzly af met mijn Rivercrock en Hitface met Chillwind Jedi. Vrij simpel. Ik heb liever dat de Rivercrock doodgaat dan de Chillwind Jedi. Mocht die Holy Nova halen, hebben weet je wel in zijn hand. hij had dus Holy Smite in zijn hand. Dus het was een goede call. Eerder om de Shattered Sun Cleric gebruiken om te kleren, om voor het kleren hiervan. Of van het kleren van een eerdere minion. In plaats van de Rivercrock. Ja, en hij is inmiddels al down to 16 HP. Wat redelijk ongemakkelijk wordt, omdat hij misschien nu gaat denken aan fireballs die ik op dit moment niet in mijn hand dus heb. Lord of the Arena is een vrij sterke play voor hem op dit moment. Really? Oh, ik dacht dat hij weer losging. Maar gelukkig niet. Stormwind Champion. En dan treed ik dus mijn Azure Drake in. En hit ik face. Met Jelly en Sengen. En dan heb ik deze match eigenlijk al zo goed als gewonnen. Priest heeft namelijk niet echt een makkelijke clear hier tegen. En we winnen van de priest. My apologies, zegt hij. Waarom? En we zijn geprobeerd naar een divisie 23. Priest had ik nog niet verslagen, dus alleen nog een shaman moet ik verslaan met op alle classes. We gaan gelijk verder, denk ik. Nee. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Zou kunnen dat aan het eind van deze aflevering het scherm weg is gevallen bij jullie. Want zo komt het in ieder geval bij mij over. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken, abonneer en tot de volgende keer.